La 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 de worteltjes weer daar. Robbie, riep je? Oh. Ja. Sorry, die kippen. Ik denk ook niet dat het jij bent. Oh! Huh? Wat? Nou, oh. Een paard! Wat doet een paard hier? What the fuck? Da-dam, 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 nee! Da-dam. Wat? Niet springen op het gras. Op onze farm, alsjeblieft. Oké. Gaat je farm, joh? Nee, ik heb niks kapot gemaakt. Wel, wel, wel. Zachtjes gaan de paardenhoefjes. Knikkel, klakkel, klikkel, klak. Klikkel, klakkel. Klikkel, klakkel, klakkel, klikkel. Klakkel, klakkel, klikkel. Kijk, ik ga hem hierin doen zo. Maar hoe komt dat paard nou ineens bij onze stal dan? Ik weet het niet. Elke keer als je zo'n eigen god weggooit, dan samen over leven met Roy en Vincent. Roy, ik had het intro, want we zijn er allemaal. Ik verstond er helemaal niks van. Oh, wat zei je? Zijn niet eens intro. Nee, klopt. Dan ik doe het stiekem. Hallo. Wacht even, zat jij achter de paarden? Hallo? Hij heeft geen stem meer. Roy, kom snel. Robin is zijn mond verloren. Nee. Ach, jongen. Hallo, Belg? Ik ben helemaal mijn mond niet kwijt. Oh, gelukkig. Ik dacht al. Die gozer zegt niks meer. Roy, okay. Heb je de farm nou kapot gemaakt? Nee. Oh, nee, laat ik het niet merken, hè. Ik wil iets laten zien. Kom eens mee. Ja. Kom dan! Ja, kom al. Dinky. Godverdomme, ik zit hier echt zo van... Oh, waar is die? Waar ben je dan? Achter je. Dat hebben we lekker gedaan dan. Ga met je vieze schoenen van die taart af! Dan ga je toch niet doen over die heerlijke taart met slagroom met aardbeien eroverheen gestroopt. Roy, is dit de taart die wij in de eerste aflevering hebben opgegeten en jij hebt hem uitgekotst en die hebben neergezet? Is dit de taart die jij hebt uitgekotst die we in de eerste aflevering hebben neergezet? Nee. Wat is dit dan? Is dit dan niet de taart die wij in de eerste aflevering hebben... Ik heb hem gebakken. Zelf? Zelf. Waar is dan die... Je hebt de kookboeken gelezen. Oh. Heb je serieus de kookboeken gelezen? Ja. Fantastisch. Hoe hebben die... Wauw. Maar ik heb helemaal geen honger. Bedankt. Kreng? Wat kreng? Ja, kreng. En Robin, ik ga niet heel deze aflevering de boerderijen onderhouden hoor. Vind je niet? Nou, ik moet nog wel even een stukje afmaken. Nou, ik wil even op avontuur. Ik wil wat meer zien van de wereld. We gaan... Ik wil gaan plannen. Nou, mijn hoor is op. Daan, trouwens. Gooi je mijn hoor is op. Heb jij een hootje? Nee, die heb ik aan jou gegeven. Ja, die is ik kapot. Ja, die heb je kapot gemaakt. Die was ook half kapot al toen je hem gaf. Dus ik kon er niet veel aan doen. Maak maar een nieuwe. Maak een duim. Dit is trouwens opgevallen dat er echt Maak haar kapot. Heel veel witches zijn. Ja, klopt, maar dat was in het begin al. Hé, Roy, je hebt dit kapot gemaakt. Oh. Ja, dankjewel. Heb je al... Roy, die buckets, je zou toch water halen voor hier? Ja, dat heb ik toch gedaan, maar toen heb je ze weer teruggegeven. Nee, ik heb nu geen buckets meer, hoor. Ja, weet ik, die had ik nodig voor de taart. Oh, kan je wat water hier droppen, alsjeblieft? Voor de farm. En... Hè? Dus nee. Roy? Ik kom aan!
Oh, oké. Okay. Zo. Vrouw des huizes komt eraan, hoor je dat, mensen? Kom aan! Kom dan. Nee. Ja, hallo, nee. Kom dan. Tinky, je hebt Infinite Water weggehaald. Ja. Wat is? Niks. Waarom mag je? Niks. Wat grappig hoe je doet. Oké. Okay. Laat maar, meisje. Oké, okay, hap je. Maak het gelijk helemaal af, dit. Want als we dit af hebben, kan ik met een gerust hart alles laten groeien. En kunnen we lekker op overlevings. Ja. Ja. We moeten uitkijken dat mensen. We moeten dit afsluiten, denk je niet? Voor als er mensen komen en die willen onze wortels jatten. Denk je niet? Of is dit gelokt door ons? Ja, hè? Nou, we kunnen heel goed zien wie onze wortels wanneer heeft gejat. Oh. Zeg maar, dus. Oeh, dat is nog slimmer. We moeten maar eens proberen. Dat is wel een heel goed idee. Want wij verkopen het rood. Zal ik een bordje maken voordat we weggaan? Wortels te koop. Is dat een goed idee? Dat kan. Oké, okay, en dan moeten we even een prijs bedenken, hè? 10 wortels voor 1 diamond. Hoe vind je dat? Is dat een goeie of niet? Ja, maar niet iedereen heeft diamonds, zeg maar. Dus ik denk dat je ook nog iets van iron moet doen. Bijvoorbeeld iets van, nou, hoeveel iron? 22. 22? Even kijken hoor. Nee, meer. Meer? Nee. Even kijken hoor. Wordt het dan weer donker? Ja, het is echt heel snel donker. Ja, echt gewoon na een minuut. Ja. Oké, ik zal het neerzetten bij de ingang. Wat we verkopen. Zal ik een bord maken? Dat mensen kunnen zien wat we verkopen. Is dat geen goed idee? Prachtig idee. Oké, ik zet hier een bord neer. Wacht even. Ik haal deze boom weg. Mooi, daar hebben we weer namelijk. Zo. Oké. Let op, ik ga een bord maken van, raad eens waarvan ik toch ga maken, Roy. Je raadt het nooit. Nee. Wat denk je? Echt? Ja, echt waar. Ja, echt? Ja, echt waar. Ja. Nee, echt? Ja. Ja? Ja. Ja, maar echt? Ja. Echt? Ja! Ik ga het echt. Zou je een diamond sword maken? Waarom zou ik een diamond. Oké, okay, dat klinkt we hebben geen woed meer, Roy. Wat moeten we nou een leven zonder woed? En mijn tip is om hem even boven te gaan en chanten. Ik Roy, heb geen dinges meer. Als jij nou even gaat en chanten. Oh, hoe doe je dat? Help mee. Ja, help mee. Ga naar boven kijken. Ja, ik heb hem erop en dan? Ja, 3, en dan 4 of 12? Nou, 12 is hoger, dus dan is het beter. Maar je kan hem ook nog opnieuw neerleggen voor een hoger. Attack damage is nu plus 7. Ik ja, heb. Dat was het sowieso al. Nee, ik heb geen chant. Ja, maar nee, laat eens zien. Dan moet iets anders staan. Want attack damage, dat heeft hij altijd al. Bane of Entropod. Oké, okay, dat is lekker slecht. Oké, okay. Ik heb weer geen geluk dus. Nee. Maar ik heb ook geen levels meer. Dus dat is kut. Wat is dat? Wat? Wat is dat? Wat? Wat zijn levels. Zo, ik heb 38 chesten, joh. Jeetje. Ik ga die maar ver eens neerleggen, want hoe kom ik aan zoveel? Nou. Je weet toch die levels onderin? Je bent nu level? Ja, 21. Ja, en je hebt net enchant. Als je enchant, dan gaat die levels eraf. Enchanting. Oké, okay, thanks voor info. Oké, okay, ik maak hier. Kan je wat dirt? Kan je. Oh nee, heb je cobblestone hier toevallig? Kan je die hier neerleggen, Roy? Roy? Ja? Kan je cobblestone neerleggen? Zien, als je kobbel voor mij hebt. Nee, ja, moet je in de dingen kijken. Sorry hoor, mevrouw. Ja, meneer. Mevrouw, meneer. Meneer gaan... Stinky. En waar gaan we heen, Roy, op ontdekking? Weet ik niet. Naar het wilden! Oh, ik hoor. We gaan naar het wilde, Roy.
Dat je het vergeten was. Oké. Okay. Ik ga slabs maken. Slabs, hebben we nog slabs? Nou, hier zo cobblestone. En dan doen we de cobblestone hier zo. Plap. Oh, ga even wat beesten vermoorden hoor. Gaan we eens even wat beesten vermoorden, Roy. Ja, beesten. Zo. Oh, la, 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 la. En ik maak nog even één zoon. En dan maken we nog even bordjes, want ik wil namelijk een duidelijk uitleg over de prijzen. Roy, kom maar op. Ja. Wat doen we voor prijzen? Wortels te koop. De eerste. Kaas. Wortels te koop. Oké, okay, hoeveel? 10 wortels. Voor. 60. 60. Ja? Fuck, ik ga bijna dood, help me! Help nee, ik kan niet, ik ben aan het typen. Nee, je moet het zelf doen. Nee, dan was je aangevallen, sorry. Voor? Oké. Okay. Ja, je maakt ook je zin niet af, Roby. Voor nee, 60. Voor 60, oké, okay, voor wat? 60. 60 zonder bloemen. Iron. Ja, wat zeg dat dan eerder? Dan kon ik die zin aftypen en dan had ik nog... Ik zei iron. Nee, hoorde ik niet. Kijk maar in de opnames terug. Je zei niks. 60 iron, 10 stuks, weet je hoeveel? Dat is hartstikke veel. Heel, wat wil jij dan? Ja, kijk, 10 wortels voor 5 iron. Of, ja toch? Of 10 iron. 10. Dan minstens 20. Zoveel voor 10 worteltjes? Ja. Ben je het zeker? Die wortels wortels zijn zeldzaam, hè? Oh ja. Ja, maar als er één iemand één koopt, dan kan je zelf ook een hele farm maken. Dan is het niet meer zeldzaam. 25 iron. Oké? Oké. 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 En eieren. Eieren te koop. Wat doen we met eieren? 16 eieren. 16 voor... Voor? 10 eieren? 10? Ja, prima. 10 eieren. Oké. Okay. Hebben we nog meer te koop? Nee? Weet niet. Melk? Weet niet. Nee. Vraag voor meer informatie aan Robin Krolbeer. Over de prijs kan gehandeld worden. Onderhandeld. Kan onderhandeld worden. Uiteraard. Zo, oké. Okay. Nou, het bord staat hier. De bord. Het bord. Ik ben even iets heel stoms aan doen. En dan gaan we op pad, Roby. En wat nemen we mee? Je had toch heel veel kippetjes gedood? Ja? Heb je die hierin? Nee. Oh. Volg me. Alsjeblieft. Oh. Neem je een paar mee voor mij ook? Of niet? Nee. Tuurlijk. Oké, okay, wood. Nee, niet zo doen, hè? Nee, niet zo doen, hè? Nee, niet zo. Mevrouw, ik doe niet zo. Doen, hè? Ik ben mij aan het voorbereiden op een grote reis. En nu, mevrouw, u loopt de tandjes er weer vanaf. Tandjes? U loopt de tandjes er weer vanaf, mevrouw. De tandjes er vanaf. U loopt de tandjes er vanaf. Dat vind ik wel heel rare uitspraak, hoor. Dat is een echte uitspraak, Roy. Hier, mevrouw is weer in de kerk geboren. De tandjes er vanaf. Wat zei ik dan? Tandjes. U laat de tandjes er weer vanaf lopen als het gaat om tandjes. Ik heb trouwens een netherrack. Oké. Zo hoor, dat gekakel. Wat nemen we mee, Roy? Ik neem wat hout, het kobbel mee. Ja? En wat eten, een zwaard. Even een nieuwe. Ik maak... waar is mijn... Oh ja, damage. Ik neem een zwaard mee. En... Bosjes. Ik maak wel even wat van eieren dingetjes, want ik moet schoentjes hebben, want jij hebt schoentjes, ik nog niet. Hoe maak je... Ja, maar mijn schoenen zijn bijna kapot en mijn broek ook. Ja, maar hoe maak je schoentjes? Zeg maar 2 aan de buitenkant en aan allebei de buitenkant en in het midden niks. Wat? En dan 2 hoog.
Je hebt vier nodig. Ja. En hoe maak je een broekje? Ja, gewoon eigenlijk zo'n broekvorm. Maar dan met zo'n heel wijd gat, zeg maar. Ja, dat had ik. Maar die doet nu wel. Oké, tof. Nou, ik heb wat gemaakt. Zo. Ook even. Alsjeblieft, drop de eieren weer terug. Heb ik een hoedje op? Ja, oh, de hoedje is voor mij ook bijna kapot. Maar die kan je toch weer netjes maken? Ik heb geen hoedje op, aapje. Oh, je hebt geen hoedje. Oh, ik heb wel een hoedje. Jij hebt wel een hoedje. Waarom doe ik geen diamond gear aan eigenlijk? Nou ja, zonde misschien. Nee. Geen diamond. Oké, dat sparen we nog. Ik heb nog 5. Ja, ik weet niet waarvoor eigenlijk. Hé, waar heb ik mijn hoedje? Waar is mijn hoedje? Ik maak het voor je. Je had de iron bars gedropt. Hier. Oh. Je had het niet gemaakt. Hier zo. Thanks. I'm on a highway. Ik heb nog even een beetje een shot. Leather boots zit hier wel in. Oké, ik ga even mijn inventory helemaal opschonen. Voordat we daar weggaan. Want ik heb namelijk nog sticks en fences. Ik neem sowieso... Gaan we wat minen ook, denk je? Ja, ik denk het. Oké, dan neem ik toortjes mee. Ik neem iron bar. Laat ik hier zo. We kunnen naar die plek weer toe gaan. Maar we kunnen ook even gewoon de bovenkant blijven. Boven. Ja, ik denk het wel, toch? Oké, ik heb geen schild. Ik heb alleen zwaard. Eten. Heb je eten bij je? Ja, ik heb wel eten. Ik neem sowieso 34 worteltjes mee hier vanuit de dingen. Ja, oké. Oké, zullen we gaan dan? Ja, wacht. Pam, param. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. We gaan. Ja, oké. Hier achter? Nee, voor de. Jongen. Kijk hier, een bord, kijk. Waar gaan we heen dan? Kijk, bord. Goed gekeurd. Ik wil die kant op. Ik weet dat daar wat... We komen toch sowieso bij home weer. Als we willen. Oeh! Na 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 la. Kijk uit! Hij komt achter je aan. Ja, maar hij wil me. Hij is verliefd op me. Nee. Huh? Ik zag een blobulet. Die was op de grond gekomen. Oh, oké. Roy, kom mee. Oh, hij is daar al. Oh, de grote Erik in de water. Moet je kijken. Oh. Zo. Wat doet hij nou weer? Kijk dat. Hé, hey, nog iemand, WVG'tje. Stalker. Stalker achter ons aan zitten. Echt, hè? Niet luisteren gewoon. Nee, maakt niet uit. Kijk, ik zie een grot daar in de verte. Die Eriks. Ik zie allemaal Eriks. En ik zie... Au. Een mini-zombie! Red with fire! Zo. Yes. Oké, dit wordt spannend. Waar komen we nu uit, Roy? Een meertje. Oh, wat chin. Ik zou zeggen tegen de mensen, willen jullie weten hoe wij verder gaan ontdekken van de mapkaart? Kijk zeker naar de volgende aflevering van Overleven met Roy en Vincent. En kijk ook even op Roy's kanaal om meer te zien van haar perspectief. En dan zien we jullie in de volgende video terug. Toch, Roy? Zeker. Oké. Doei. Bye.